En de parallellen met nu zijn bijvoorbeeld dat ik het best wel schokkend vind dat mensen die bijvoorbeeld problemen hadden met coronamaatregelen demonstreerden voor vrijheid tegen die maatregelen. En dat deden met jodensterren, bijvoorbeeld. Of dat er bepaalde protesten waren, de boerenprotesten, waar ook mensen logo's gebruikten van het Nationale 4-5 Mei-comité. Dus de vrijheid waar we toen voor strijden is toch, vond ik toch echt beduidend anders dan de vrijheid waar we bij deze protesten... Gaat dan voor jou de kritiek... Kijk, die jodenster, dat kan je natuurlijk smakeloos, onhistorisch... Nou, kunnen we alle dingen opplakken? Ja. Of is het in het algemeen dat je zegt... we zijn er te hard ingegaan tegen die overheidsmaatregelen? Ik denk vooral, weten we wel... weten jullie wel waar we het over hebben? Weten jullie wel waar die jodenster voor stond? Weet je wel wat voor vrijheid we toen moesten bevechten? Mm-hmm. En daarom vind ik zo belangrijk wat Theater aan de Dam doet... dat we op 4 mei die oorlog wel degelijk blijven herdenken. Ja. Ook al zou je zeggen, het is nu al lang geleden. Maar die verhalen moet je blijven vertellen. Ja, want laten we even naar wat voorbeelden kijken. Je noemde ze ook al, hè, die boerenprotesten in de coronatijd... en de vergelijkingen die dus werden gelegd met de Holocaust. Wij mogen hier lopen, met of zonder mondkapje. De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt... en ik denk dat we er niet meer ver vandaan zijn. U vindt dat dat gewoon moet kunnen? Natuurlijk moet het kunnen. Natuurlijk moet het kunnen. In de zin van dat iedereen vrij moet zijn om te dragen wat hij wil, om te uiten wat hij wil. Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie moet een boete betalen van €450 wegens belediging. Ik ga wat verduidelijkende vragen stellen aan het Openbaar Ministerie, want het is voor mij helemaal niet duidelijk waarom dit nu onnodig grievend is. Corona was voor mij wat de Tweede Wereldoorlog was voor de Joden. Het is nu klaar. I use this comparison of the 1930s in my tweets and also in my speeches to warn the Dutch people for what we are actually doing. 75 jaar geleden hebben we ook gezien waartoe het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Heden ten dagen een schandvlek in de geschiedenis. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden, zodat jullie niet zeggen naar de hand, we hebben ze niet gewoest. Ja, vergeten symbolen van de Tweede Wereldoorlog. De ster die wordt gebruikt. Deze, ja, toch wel opmerkingen. Ja, ik ben hier echt helemaal weer... Ja, dit raakt jou ook persoonlijk. Hoe durf je, vuile schoften dat het zijn. Ja. Echt schoften zijn het. Hoe durven ze? Wordt er iemand vandaag van huis gehaald en met zijn kinderen naar een concentratiekamp gebracht? Hoe durf je die vergelijking te maken? Nederland anno 2023 met Nederland 1942. En daarom is het zo goed dat Theater van de Dam dit soort voorstellingen maakt. Ik vind het echt, ik ben, nu ik het weer zie, echt ongelooflijk. Maar hoe zou het komen?